Luisteraars, we vragen nu uw aandacht voor niemand minder dan Ludwig van Milieu. Ludwig, goeienacht. Goedenacht, Iwan en alle luisteraars van Radio Tamara. Ik groet u vanuit het koude Nijmegen aan de oostgrens. En ik ben u graag van dienst met mijn politiek commentaar op de actualiteit in ons geliefd Suriname. Odi, odi. En een extra groet natuurlijk aan onze internationale luisteraars die ons altijd trouw blijven en in alle uithoeken van de wereld gericht zijn met hun aandacht op ons geliefd Suriname. En ik moet u zeggen, het is in Europa winter en bij wijze van uitzondering moet ik toch even naar het weer kijken. En u erop wijzen dat in Nederland zo net een uur geleden er code oranje is afgegeven voor het westen van Nederland. Die hele westkust, dus je kan zeggen die Randstad, die wordt geteisterd door een storm, de storm Corrie. Ja, die teistert Nederland. Dus de mensen die in het westen wonen, dat zijn dus die grote steden, Amsterdam, Den Haag, Delft, Leiden en Rotterdam. Dat is zo net aangegeven in Nederland dat daar winden zijn geregistreerd. Windkracht 9 tot 10. En dus code oranje betekent gewoon storm. En men raadt die bevolking aan om zoveel mogelijk thuis te blijven. Dus we zitten midden in deze actualiteit van het weer. En dat heeft mij eigenlijk aanleiding gegeven om te wijzen op een soortgelijke situatie in de Verenigde Staten. Daar gaat het om de sneeuwstorm. Ja, er is een behoorlijke sneeuwstorm. Maar die woedt in het oosten. Dus in Nederland is het die storm in West-Nederland. En in de Verenigde Staten op ditzelfde moment zijn er alarmerende berichten over sneeuw aan de oostkust. Ja, en dat we zeggen dat, zoals men het algemeen uitdrukt, het weer zijn staartje roert. Ja, dus voorzichtig mensen. Er is vooral voor Nederland, is er door de autoriteiten opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Alleen wanneer je dringend ergens naartoe moet, je in het verkeer te begeven. Want je weet bij de behoorlijke windkrachtstoten dat er van alles door de lucht vliegt en de situatie levensgevaarlijk is. En ik geef u nog de laatste update over de Verenigde Staten. Daar is iets anders aan de hand in het verkeer. Niet rondvliegende objecten in die sneeuw. Maar daar is ook zo net een bericht gelanceerd van het zoveelste geval in het verkeer. Dat een vrouw, een zwarte vrouw, in het verkeer door de politie is aangehouden. Ja, en bij haar haren is gepakt en behoorlijk is mishandeld. Ja, dus Amerika staat weer bol van berichten over wangedrag van de politie tegen zwarte mensen. Hè. Ik weet niet wat de zwarte, de witten hebben aangedaan, maar in de Verenigde Staten is het constant schering en inslag dat zwarte mensen te verduren hebben. En je ziet dat er naast dit negatieve nieuws er ook iets positiefs te melden is over de Verenigde Staten. Dat je ziet dat men nu, althans zo blijkt het uit de berichten, ik wil niet zeggen dat het zalvend is, maar dat men nu wel begint in te zien dat er iets goed mis is bij de Amerikaanse politie als het gaat om de behandeling van zwarte medeburgers die evenveel recht hebben als wie dan ook in de Verenigde Staten. En datzelfde geldt ook voor Europa. Alleen is de traditie van met dit soort berichten om te gaan
verschil dat in Europa, als je het vergelijkt met de Verenigde Staten. Daar is men, op zijn Surinaams gezegd, meer pritpanyi in de berichtgeving. Dan zet men direct de media erop. En in Europa is het gedekt. En dan komt men je om de oren gooien met cijfers en met wetten, et cetera. Maar men praat om die hete brei heen. Maar ik kan u vertellen, ik ben zelf een zwarte man. Het is niet veel anders in Europa. En het is dus toch wel een teken aan de wand voor de gehele wereld. Want de hele wereld is nu een beetje rommelig aan het worden door allerlei conflicten die er zijn. En dan is eigenlijk dat conflict tussen zwarte mensen en witte mensen, ik moet het eigenlijk andersom zeggen, tussen witte en zwarte, omdat die de macht hebben en die zwarte bevolking belaagt, dat is eigenlijk een overbodig iets. De hele wereld heeft, als ik de regelgeving van de Verenigde Naties serieus moet nemen, dan heeft de hele wereld wel afgezworen dat er verschil bestaat tussen mensen, tussen wereldburgers onderling. Men gaat uit van het gelijkheidsbeginsel. En dat is dus internationaal door de meeste landen ondertekend dat er geen verschil dient te zijn tussen wereldburgers onderling. Dus wit en zwart, die hebben dezelfde rechten. En daar moet men zich dan ook aan houden. En daarom vind ik dit vraagstuk zeer belangrijk. En je gaat zien dat dit in menig land, en we komen straks te spreken hierover in Suriname, dat menig land zich aan deze internationale conventies zal moeten houden van de gelijkberechtiging van alle burgers, ongeacht hun huidskleur, een geloofsovertuiging of wat dan ook. Men moet geen spijkers op laag water gaan zoeken om groepen te discrimineren of uit te sluiten van het gewoon normale maatschappelijke verkeer. Ja, dus terug naar de hoofdzaak. In de wereld is het dus, zoals ik net zei, een beetje rommelig wat het weer betreft, maar ook wat betreft de vrede. Ik herinner me nog een uitspraak van generaal Clausewitz, geloof ik heette die man. En die man zegt, luister, oorlog is te ingewikkeld om het over te laten aan militairen, aan legers. En de vrede is te ingewikkeld om over te laten aan burgers. Dus je moet, wanneer het om vrede gaat, rekening houden met verschillende invalshoeken. En dat is nu zeer actueel in de wereld, omdat iedereen nu, en daarom ben ik eigenlijk ook verplicht er aandacht aan te besteden, omdat het conflict dat er nu speelt in de Oekraïne tussen Rusland, het oosten dus. Rusland is een communistisch land en daar is Poetin de president van. Die is in een spanning met het Westen. Ja, het gaat om een conflict dat ik straks met u ga behandelen. En waarom moet ik dat doen? Omdat de uitkomsten van dit conflict voor de hele wereld gevolgen zal hebben. Dus je kan zeggen dat de wereld vanwege de spanningen in de Oekraïne, ja, waarover u in alle kranten en media al elke dag de laatste nieuwtjes kunt vernemen, dat die spanningen die daar heersen, als die niet bezworen worden, ja, door burgers en militairen, nogmaals, daarom haalde ik Clausewitz aan als een gezaghebbend militaire wijsgeer in het verleden. Ja, die opmerkelijke uitspraken deed. En zo wijst hij ook erop dat je bij het spreken over vrede en oorlog goed moet luisteren naar alle partijen en niet zomaar over één nacht ijs moet gaan.
om te besluiten om aan te vallen. Want wat me opvalt, dat in mijn hele politieke carrière is me opgevallen dat wanneer er conflicten spelen, zowel op nationaal niveau als op internationaal niveau, dat je een groep relatieve buitenstanders, ik zeg het duidelijk, relatieve buitenstanders hebt, die anders kijken naar de actualiteit. En het zijn met name de intellectuelen en je kan zeggen de opportunisten die dan in feite op de achtergrond aan het stoken zijn en zich opstellen als haviken. En daarom waarschuwt men juist bij het onderhandelen over vrede dat je die zogenaamde intellectuelen die alles rationeel benaderen, eigenlijk dat je heel voorzichtig moet zijn daarmee, omdat die categorie burgers geen oog heeft voor de reële gevoel, sentimenten en ethiek rondom dit soort vraagstukken. Men is vanuit achter zijn bureau, vanuit de Ivoren Toren is men met het vraagstuk bezig en dan hitst men de beslissings, men noemt het in het Amerikaans, Engels, de decision makers, die worden dan opgehitst door de sabiso's. Die sabiso op de achtergrond, die eigenlijk niet te vrezen heeft van zijn veilige positie in zijn Ivoren Toren. En die verwoorden het conflict altijd scherper. Dus als het aan hen ligt, moet je direct erop slaan en oorlog voeren. Maar u weet het, de wereld heeft in de wereldgeschiedenis, en dan kijk ik alleen maar terug naar de vorige eeuw, voorbeelden te over dat een wereldoorlog, dat begint meestal bij een klein akkefietje, als de spanningen al hoog opgelopen zijn, en dan krijg je een ketting-effect waarbij meerdere landen worden betrokken. Want het ene land heeft een contract met het andere land, dat wanneer ze worden aangevallen, er actie moet komen. Dus je krijgt gewoon een kettingreactie, waarbij dan de hele wereld in brand staat, even tijdelijk. En ik zeg het, omdat we hebben herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. En ik moet u zeggen, ik ben gegrepen door een aantal evaluaties van oude mensen die terug hebben geblikt naar de Tweede Wereldoorlog van de vorige eeuw, die plaatsvond in 1940, dus vanaf 1940 tot 1945, en waarin de wereld te lijden had onder het geweld, het brute geweld van de nazi's, onder leiding van Hitler. En er is nu in Israël en in West-Europa, en het Westen, kan je zeggen het algemene Westen, is er aandacht voor diegenen die die oorlog hebben overleefd. Dus die getuigen zijn geweest van die oorlog. Dat betekent dat het zijn mensen die in de jaren 1940, 1945 een zodanige leeftijd hadden, dus wel kind waren, maar nog een bewustzijn hadden, dat ze die oorlog goed hebben kunnen begrijpen en hebben meegemaakt. En die mensen, dat zijn oudere seniorenburgers vandaag de dag, die boven de 80 zijn, hè? De mensen van boven de 80. Ja, en ik moet eigenlijk zeggen boven de 90. Ja, men heeft enkele aan het woord gelaten. En weet u, ik probeer, daarom deel ik dit met u, ik probeer van dit soort evaluaties van eenvoudige burgers die terecht zijn gekomen in een wereldoorlog, probeer ik te leren. Wat kunnen we van die mensen leren? Nou, ik heb goed geluisterd naar een paar oude vrouwen van boven de 90 jaar. En weet u, als men die mensen vraagt van, ja, wat herinner je je nog van die oorlog? Wat heeft indruk op je gemaakt? Wat was je eerste reactie? Dus toen je hoorde dat die oorlog voorbij was in 1945, ja, gewoon de beleving van die oorlog,
ten opzichte van het bericht van er is geen oorlog meer, er is vrede, er is ingegrepen door de geallieerden, oorlog kabah. Wat is jouw gevoel daarbij? En weet u wat mij heeft gegrepen, wat het antwoord van, dus daar praat ik over het antwoord van 90-jarige wereldburgers en ouder, ja? Weet u wat ze allemaal antwoorden? Ze zeiden, ik dacht van ze gaan iets gruwelijks aanhalen van die oorlog, wat ze hebben meegemaakt en wat hun bedroef maakt. Ze zeiden van, ze hebben één ding geleerd, is doorpakken. Dat is één ding, dat die oorlog is voorbij en dan kan je twee dingen doen. Je kan achteruit kijken van hoe erg het was, want het is voorbij natuurlijk, hè. Dan ga je nou zitten treuren om wat je hebt meegemaakt. Maar dat deden ze niet. Ze zeiden, je had een gevoel als mens dat je juist doordat je wat je hebt meegemaakt, het erge, dat je overtuigd bent dat je door moet gaan om het goede te laten overwinnen in de toekomst. En dat je dus wat je hebt meegemaakt nooit meer moet laten gebeuren. Dat vind ik een goede insteek. En het tweede heeft me helemaal getroffen. Allemaal, en ik praat over, er was maar één man bij. Ik heb dus een documentaire gezien waarbij er één man maar aan het woord kwam van 90 plus. Het waren voornamelijk vrouwen. Dus dat viel me ook op, dat vele vrouwen het hebben overleefd. Dat geeft ook aan de fysieke kracht die vaak onderschat wordt van vrouwen. Ja, vrouwen die het hadden overleefd en die gruwelijke dingen hebben meegemaakt. En die vrouw zeiden, dus ze gaf als algemeen antwoord, onafhankelijk van elkaar, zeiden die vrouwen dat zij in feite het eerste dat in hun opkwam, want dat werd hun gevraagd, wat had je te zeggen? Wat is die mededeling die je na die oorlog te hebben meegemaakt hebt aan de wereldbevolking? Weet u dat ze allemaal antwoorden, los van elkaar hoor, want het waren losse opnames die in verschillende landen zijn gemaakt. Ze zeiden allemaal, ze zeiden dankjewel, was wat is hun opkwam. En ik vond het een vreemd antwoord. Het klonk niet logisch, hè? Na de oorlog te zeggen dankjewel, dankjewel hoe? Ze zeiden, dankjewel niet alleen aan diegenen die hebben bijgedragen om die oorlog te beëindigen, dus de geallieerden op dat moment, die dus te hulp waren geschoten om Hitler een kopje kleiner te maken. Dus niet alleen dankjewel aan die fysieke prestatie, maar dankjewel dat er dus solidair, en dan heb ik het over het woord solidariteit, hoe belangrijk dat is. Solidariteit, dat er dus mensen zijn die wanneer jij worstelt met een probleem, met jou meedenken en meevoelen en hun vrijheid ten dienste stellen van jouw probleem, dat je in problemen zit. Dat is dat vijfde wiel, zullen we zeggen, die extra arm, de extra zintuigen die er zijn van de mens. Dat in tijd van nood, zegt men ook, leer je je vrienden kennen. En dan gaat het begrip solidariteit gaat inhoud krijgen. En dan zie je gelijk dat, en wie zijn meestal de solidaire mensen die zich kunnen inleven met het leed van anderen? Die solidaire mensen zijn de mensen die politiek bewust zijn. Het doet er niet toe hoe geleerd je bent en of je veel geld hebt of je geweldig machtig bent. Het gaat erom hoe bewust ben je als mens van je menselijkheid, van de politieke constellatie. Dat is de politiek-maatschappelijke constellatie, moet ik eigenlijk zeggen. Hè? Dat je een bewustzijn hebt. En dat geldt voor ons allemaal. Dat wanneer je leeft, moet je proberen bewust te leven. En ik kan het niet nalaten, als ik zo aan het associëren ben, kan ik me niet nalaten dat de woorden van Nelson Mandela, toen hij ook uit de gevangenis kwam, kwamen eigenlijk op hetzelfde neer. Weet u wat Mandela zei? Toen ik uit de gevangenis kwam, wist ik één ding zeker. Dat wat ik had
meegemaakt in die gevangenis. En de boosheid, de woede die je soms hebt tegenover de machtigen op aarde en die je dit allemaal aandoen. Dat je toch tegelijkertijd tot het besef komt dat je met haat en woede geen enkel probleem kan oplossen. Je moet haat en woede achter je laten. Ja, je moet het niet vergeten, let wel. Je moet het achter je laten. Je moet het niet meenemen in je dagelijkse praktijk. Je mag het analyseren en tot het besef komen dat er boos zijn. Dat er dingen fout zijn. Maar je moet die haat, die woede en de wens eigenlijk om je af te rekenen met je vijand. Moet je kunnen bedaren. Je moet hem onder controle hebben. En het achter je kunnen laten. Want wat zei Mandela, dat vind ik, nou komt het mooie uit de uitspraak die hij heeft gedaan. Namelijk, toen hij uit de gevangenis liep, zei hij, als ik die haat en die ergernis en die woede meeneem terwijl ik uit die gevangenis loop, dan blijf ik altijd in gevangenschap. Ik vond dat een prachtige beeldspraak. Ja, dus hij zei, ik herhaal, als ik uit die gevangenis loop, op het moment dat hij zoveel jaren, bijna 30 jaar heeft vastgezeten, en oneerlijk en heel onterecht is behandeld, dat hij zegt dat op het moment dat hij uit die gevangenis liep, was één ding wat hem bewust werd, dat hij die haat en die ergernis en die boosheid tegen de vijand die hem dit allemaal heeft aangedaan, dat hij dat achter zich moest laten, want als hij het meenam uit die gevangenis, dan zou hij geestelijk in een gevangenis blijven. En dan zou hij een eeuwige gevangene zijn van diegenen die hem onrecht hebben aangedaan. En deze wijze les moeten we leren als mensen. En ik haal het aan naar aanleiding van dit programma waarin ik het licht schijn op de Surinaamse politiek en de internationale gebeurtenissen voor zover die Suriname raken. En ik breng dit ter sprake naar aanleiding van het wereldnieuws dat er nog steeds een oplopende spanning is rondom de Oekraïne, waar iedereen op het puntje van zijn stoel zit om te kijken van wat er gaat gebeuren. Ja, wat is die dreiging nou precies? En wat zullen de consequenties zijn voor de wereld? Ja? En dan wil ik in dit verband. Laat maar het zo zeggen. Ik laat dit onderwerp even voor wat hij is. Maar ik heb hem als belangrijk onderwerp voor vandaag. Dus ik ga hem zeker voor het einde van dit programma ga ik het nog behandelen. Ga ik erop terugkomen. Maar ik laat het even hierbij, de Oekraïne. En ik kom zo direct terug op dus deze oorlogsdreiging die er nu speelt in een bepaald deel van de wereld. Dat is dus de Oekraïne is dus in het oosten van Europa. Ja. En in het westen van Rusland. En die hoofdstad is Kiev. En er is nu sprake van dat die Russen onder leiding van Poetin. Poetin is de Russische leider. Die heeft aan de grens met de Oekraïne. Heeft die duizenden soldaten en militair materieel verzameld. Als waarschuwing dat hij in onderhandeling met Europa de daad bij het woord gaat voegen dat als Europa niet tegemoet komt aan de eisen van Rusland, en daar kom ik straks over te vertellen, dat het dan serieus gaat worden en dat Rusland dan de Oekraïne zal binnenvallen. En de afgelopen dagen, vandaar dat ik dit nieuws breng, is het hele wereldnieuws beheerst door de reacties op deze padstelling die er nu is ontstaan tussen Europa
gesteund door de Verenigde Staten van Amerika en Rusland. En dan kom ik straks te spreken over die inhoudelijke punten. Dan bent u bijgepraat. En de mogelijke ketting-effecten van deze dreigende oorlog. En laten we hopen dat het niet uitmondt in een wereldoorlog. In ieder geval ga ik nu even richting Suriname. Maar voordat ik duik in de actualiteit van de interne ontwikkelingen in Suriname, wil ik nog even hierop wijzen dat het weer zover is, ja, dat er de COVID-pandemie in Suriname, die nog ook woedt over de hele wereld, hoor. Dus niet alleen in Suriname. Overal heeft men last van de Omicron-variant. En vooral in Europa is het hoofdpunt in de discussie is de vraag of men en hoe men en hoe snel men weer terug zou kunnen keren naar het, wat men noemt het nieuwe normaal. Overal wil men gewoon weer aan de slag, omdat men wereldwijd tot de conclusie is gekomen dat de beperkende maatregelen die men overal heeft getroffen in verband met het tegengaan van de verspreiding van het virus, dat een grens heeft bereikt, dat je op een gegeven moment, als je alleen de medische factoren centraal stelt, je andere sectoren en andere factoren die een rol spelen in het bestaan van mensen, dat je die verwaarloost en dat dat ook minstens even gevaarlijk is, omdat dat ook doden ten gevolge heeft. Dus de vraag is, hoe ziet die balans eruit? Elk land zal voor zichzelf de balans moeten opmaken van hoe ver men gaat door de coronapandemie centraal te stellen. En in feite zegt men, dat is de inhoud van de terugkeer naar het nieuwe normaal. Je moet per land een methode vinden en een moment moet je uitkiezen waarop je kan zeggen van, ik laat die pandemie uitbraak en de verspreiding achter me. Nogmaals, je vergeet hem niet, want je moet ermee bezig blijven, anders overwoekert hij de wereld. Maar je kunt er niet 100% van je tijd mee bezig zijn, omdat er ook andere dingen zijn die in de wereld een rol spelen en waar de menselijkheid van afhankelijk is. En dat besef is nu gekomen dat die balans belangrijk is en dat je dus op een gegeven moment niet automatisch en zonder erbij na te denken naar allerlei beperkende maatregelen moet grijpen, de bevolking op slot zetten, lockdowns afkondigen, zo een angst zaaien dat men niet meer met elkaar durft te praten of elkaar niet meer aan durft te raken. Maar je doet er beter aan, zegt men wereldwijd, dat je je voorlichting en je communicatie met die bevolking per land verbetert. Ja, dus tot dat besef is de hele wereld gekomen. En dat vind ik eigenlijk een positieve bijvangst bij alle onheil en narigheid die het coronavirus met zich mee heeft gebracht. En ik ga echt niet in die medische en farmacologische discussies. Laten we dat aan de deskundigen overlaten. Maar het laatste woord over corona en over virale besmettingen in de wereld is nog lang niet gezegd. Maar het heeft ons met z'n allen aan het denken gezet. Ja? En dus algemeen wordt wel de trend ondersteund van terugkeer naar het nieuwe normaal. Maar dan ga ik dus van de coronadreiging, wil ik nog even iets zeggen in Suriname. Is het zo erg dat ik ga niet weer kritiek leveren op die minister van Volksgezondheid, want die speelt een centrale rol in het coronavraagstuk in Suriname. Maar ik wijs voor de zoveelste keer erop dat die minister niet in staat is om een gericht, efficiënt beleid te voeren en weinig ondersteuning heeft van die bevolking.
omdat hij met die bevolking alleen maar ruzie aan het maken is. En nu, en dat is het nieuws van vandaag, heeft Suriname 71 doden in de maand januari van het jaar 2022. En we bevinden ons op de nacht van zondag 30 januari naar maandag 31 januari. We zijn in de maandagochtend. Dus er zijn in Suriname tot en met dit moment minstens 71 doden te betreuren. Want dit cijfer wat ik u geef is nog van zaterdag, ja, en vrijdag. Dus ik denk dat wij richting 80 doden gaan van de maand januari die nog niet om is. Pas na maandag kunnen we zeggen dat de maand januari om is. En dan moet ik zeggen dat je nu al kunt zeggen dat er bijna 2 doden per dag in Suriname vallen naar aanleiding van het coronavirus. Ja, de besmetting met de Omicron variant. En in welke mate die aanwezig is in Suriname is nog niet duidelijk, omdat harde cijfermatige gegevens daarover ontbreken. Maar het is niet zo goed gesteld daarmee. Dat is wat ik te melden heb over de coronapandemie in Suriname. En dan wil ik nog op iets wijzen, dan gaan we al richting Suriname, namelijk dat er het weer zover is, het nog steeds zover is, moet ik eigenlijk zeggen, dat er zo'n drugsactiviteit is in Zuid-Amerika. Ja? En dat er weer voor de zoveelste keer Surinaamse drugs die uit Suriname komen, zijn onderschept in China. Ja, het gaat echt de verkeerde kant op. Die drugsvangst gaat over steeds grotere aantallen drugs dat je bijna niet meer kan voorstellen. En het gaat nu om 2 zendingen die richting Hongkong zijn gestuurd vanuit Suriname met een gezamenlijke waarde van 140 miljoen US dollar. Ja, in die orde van grootte praten we nu. Suriname is dus geen kleine jongen meer als het gaat om drugstransporten. Het gaat om hele gigantische hoeveelheden. En wat opvallend is dat degenen die verdacht zijn, ja, en die zich met deze handel bezighouden, en met de criminaliteit die met die handel verbonden is, ja, dat zijn jonge jongens. Van rond de 30 en onder de 30 soms. Dus in het laatste geval van die vondst in China praten we over een gearresteerde verdachte van 28 jaar uit Suriname, hoor. En 33 jaar. Ja, die leeftijden hoor je dan. Die met deze akelige, schadelijke handel bezig zijn. Ja, en dat is geen goede zaak. Geen goede zaak. Maar in ieder geval, de Suriname weer genoemd in verband met drugstransporten. En we weten, en we moeten dat denk ik duidelijk zeggen, het is niet de huidige regering alleen. Kijk, wat er nu gebeurt, daar is zonder meer president Chandiga Prasad Santokhi voor verantwoordelijk. En het is de regering die ervoor moet zorgen dat Suriname niet betrokken is bij drugshandel en mensenhandel, et cetera. Maar het is allemaal gestart door het bewind, het jarenlange bewind van meneer D.C. Delano Bouterse, die eigenlijk ook in dit soort business betrokken is geweest. En ik moet u zeggen, het is eigenlijk, als je die césuur wil noemen, is het vanaf de overgang van de vorige eeuw naar deze eeuw dat Suriname gelijkbenig, laat me het zo zeggen op zijn Surinaams, gelijkbenig in deze kwestie staat van drugshandel en drugsdoorvoer en hier en daar ook zelfs drugsproductie.
Maar daar is zo weinig gegevens bestaat over. Want dat gebeurt natuurlijk in het diepe duister dat men produceert. Hè. Maar voorlopig hoor je dat soort gegevens niet, dat er productiecentra, oftewel fabrieken, waar dat spul wordt geproduceerd, zijn aangetroffen in Suriname. Suriname houdt zich voornamelijk met die doorvoerhandel en de verscheping via Suriname dus naar Europa en die gebieden waar grote markten zijn. Azië in dit geval, want het is een drugsvangst in Hongkong. Ja, en ja, dat wil zeggen dat... dus we zijn ook internationaal bezig. Ja, we gaan richting Hongkong nu. Maar dat kan ook inhouden dat de Chinezen hiermee bezig zijn en in feite die route nemen als tussenstop, omdat je dan misschien ongecontroleerd naar andere markten kan in de wereld. En laten we niet dingen zeggen die ik niet kan verantwoorden, maar ik wil alleen aangeven dat ik niet lineair denk. Ik denk breder, ik denk in een breder perspectief. Een tijd was het zo dat Surinaamse drugsvangsten werden gedaan in Afrika. Maar dat wil niet zeggen dat Suriname aan Afrika iets levert. Het is meestal zo dat als je het onderzoekt, en dat heb ik gedaan, uit het onderzoek blijkt dat die drugsjongens zijn slimmer dan de politie. Die laten die drugs soms een kleine omweg maken om de politie op een dwaalspoor te brengen, om via andere ingang te komen in hun marktgebied. Ze blijven niet één poort kiezen, toch? Dan gaat de politie daar staan. Als jij iemand benadeelt door diezelfde ingang zijn huis binnenkomt om te komen stelen, dan gaat die man zich posteren bij die ingang waar jij naar binnen pleegt te gaan. Dus die drugsdealers, die zijn slim, die kiezen allerlei andere routes. En als ze zien dat er op bepaalde trajecten minder controle is, dan brengen ze die drugs eerst daar naartoe. Dus nooit brengen ze die drugs naar Australië, als ze merken dat Australische vliegtuigen die in Nederland binnenkomen niet gecontroleerd worden, omdat er in feite een soort etnisch racisme plaatsvindt. Want nogmaals, dat racistische ding wat ik u zo net in het begin van het programma voorhield, komt overal voor. En Australië is nou ook een voorbeeld van dat Australië een gebied is waar gewoon die Engelse, die Britse normen en waarden gelden. En die is ook bij menig internationaal politiek schandaal betrokken. Dus nogmaals, wat ik wil zeggen is dat drugscriminaliteit en drugstransporten, dat je die ook in een breder politiek en maatschappelijk spectrum moet bekijken. En dan ga ik naar eenmaal over drugs praten, dat ook in Venezuela, want ik ga richting Suriname, ook in Venezuela is geconstateerd dat er een burgemeester van een regeringspartij met een aantal andere parlementariërs betrokken zijn bij drugshandel. Dat was groot nieuws in Zuid-Amerika. Sprekend over Zuid-Amerika, dan heb je nog Argentinië die in het nieuws is gekomen vanwege een schuldherschikking met het IMF. U weet dat Argentinië is al een jaar aan het onderhandelen met het IMF over hun schuldenpositie. Ja, het is niet fraai. En Argentinië zit in hetzelfde schuitje als Suriname. In Argentinië gaat het om een lening van zo'n 44,5 miljard US dollar. Ja. En de minister van Economische Zaken van Argentinië, meneer Martin Guzman, die zegt dat hij een stand-by deal heeft bereikt met IMF. Dus dat is het grote nieuws, dat Argentinië, nou maar het een beetje eenvoudig zeggen, erin geslaagd is
om bij het IMF op aan te sturen om een herschikking overeen te komen met het IMF over de schuldenpositie van Argentinië. Dat wil zeggen, de maosafing kiezen die Argentinië. Ze gaan Argentinië zuurstof geven, ruimte geven om die torenhoge schuldenlast, om daar op een bepaalde manier mee om te gaan, waardoor niet die hele economie van Argentinië gewurgd wordt. Ja, en dat noemen ze dan zogenaamd die stand-by deal. Ze hebben een stand-by deal gemaakt met het IMF. En waarom is dit belangrijk? Omdat we weten dat Suriname in hetzelfde schuitje zit. Dus dan moeten we toch leren van wat er daar in Argentinië aan de hand is. En dan heb ik eventjes, als ik erin duik, en ga er niet verder op in, maar ik ga wel een aantal hoogtepunten, een aantal isotopen ga ik aangeven. En dat is dus dat, ik haalde al aan dat de onderhandelingen gevoerd zijn door de minister van Economische Zaken in Argentinië, Martin Guzman, en dat die president Alberto Fernandez ook bekend heeft gemaakt dat er over, en dat noemen ze dan daar de begrotingsconsolidatie, dat wil zeggen dat je wat je doet met je geld is net het huishoudboekje van een huisvrouw die het huishouden moet bijhouden. Dat moet je volgens je boekje, volgens je planning, moet je je geld uitgaven ordenen. Je moet niet meer uitgeven dan je kan. Je moet zorgen dat je een inkomstenpositie hebt, dat er geld blijft binnenkomen en dat je je kosten onder controle houdt, ja. En niet te veel uitgeven. En dat geldt dus ook voor een land. En dat zegt dus, dat is het nieuws van Argentinië nu, dat, dat ze met het IMF na 1 jaar onderhandelen eindelijk op een punt zijn gekomen waarbij er begrotingsconsolidatie is. En dat noemt meneer Guzman een stand-by deal. En wat mij is opgevallen, ik ben eventjes, heb ik die gegevens nagetrokken, dat het eigenlijk om diezelfde dingen gaat die voor Suriname ook relevant zijn, namelijk je begrotingsdiscipline. Dat je, als je in je begroting opneemt dat je 10 huizen gaat bouwen, dan moet je ze ook bouwen. Ja, je moet dingen niet opschrijven, je moet het doen, je moet het uitvoeren. En daar schort er nog wat aan, dus die cijfers kloppen niet. Men zit te frunniken, en dat komt meestal door corruptie, zit men te frunniken aan die cijfers, dat ze een beetje mooi lijken, maar in feite zijn er andere cijfers die schelden. Dan zie je een algemeen punt waar het IMF op heeft gedrukt bij Argentinië, is dat men de regeringsuitgaven moet beperken. En dan, wanneer men dat zegt, bedoelt men met name die grote personeelspost van de ambtenaren die in dienst worden genomen. In Suriname is dat een vreselijke ramp. Dat Bouterse tijdens zijn regime, en met name op het laatst, toen hij al door had dat hij die verkiezingen zou verliezen, heeft hij nog op de valreep duizenden ambtenaren heeft hij in dienst genomen. En dat betekent dat wanneer je ambtenaren in dienst neemt, dat is één ding, maar de tweede ding is, je moet ze ook betalen als je ze in dienst hebt genomen. En die salarispost, die drukt elke maand op jouw begroting. Dat je al die salarissen van het zware ambtenarenapparaat moet ophoesten. En dat brengt je economie in disbalans. Dan moet je dus het geld weer van andere sectoren gaan plukken om die balans te houden in je begroting. En wanneer je dus structureel dit wil gaan opheffen, dan ga je in de richting van wat men noemt begrotingsconsolidatie. Dat je begroting geen jojo is waarbij je van de hak op de tak springt, maar dat er een beleid zichtbaar is dat je de overheidsuitgaven aan het beperken bent. Dat is wat betreft de overeenkomsten met Suriname, want ik heb het nog steeds over Argentinië.
En ik wil als laatste punt noemen, dat zie je dus altijd bij die landen terugkomen. En dat is de monetaire financiering. Een heel moeilijk begrip, omdat men ook met dit begrip aan het sjoemelen is. De economen, ik praat nu, heb ik een kritiek richting de economen onderling, die van inhoud verschillen, van hun opvatting over wat nou precies monetaire financiering is. Ja, daar verschillen ze in, omdat ze ook de kluit aan het beladeren zijn met de cijfers van de begroting. En het punt is, ik geef altijd een mooi voorbeeld waar je ziet hoe men je collectief kan belazeren. Het is niet altijd kwaadschiks, maar ik geef even aan hoe je goed theoretisch onderlegd moet zijn om te kunnen generaliseren. En dan heb ik het over één post die bij alle begrotingen voorkomt, en dat is wanneer je ziet wat jouw nationale productie is, hè, het bruto nationaal product. Dus de vraag is, wat noem je produceren? En dan zeg ik, produceren is wanneer je grondstoffen bij elkaar brengt. Men in de economie spreekt men het combineren van de productiefactoren, kapitaal, arbeid en ondernemingsactiviteit. Als je die dingen combineert, dan komt er een nieuw product uit voort. Ja? Maar je hebt sommige, dus onder invloed van de politiek, zie je dat economen de ruwe grondstof, die gewoon uit de grond wordt gehaald, dus gewoon je gaat naar een berggebergte, je dikt een gat, op zijn Surinaams gezegd, je dikt je een holo, ja, en plotseling stuit je op een goudader en je hebt geld, zoveel waarde, dan zeggen sommige economen dat je dat hebt geproduceerd. En dan zeg ik, ja, productie en productie. Je hebt dat ding gevonden, je hebt het niet gemaakt. Goud maak je niet. Je zoekt het, en wanneer je het vindt, heb je plotseling een productiewaarde. En hetzelfde geldt met de export. Je komt dat goud in Suriname zoeken, je vindt het, dan noem je het productie, en dan exporteer je het, en dan noem je het exportwaarde. Ik zeg, nee. Hier begint die bias, ze noemen het in Amerikaans, Engels. Bias is een vertekening. Hè? Je gaat met die begrippen, je gaat handig om met die begrippen. In het Nederlands zegt men van boekhouders die de boekhouding zodanig sleutelen eraan dat het altijd kloppend is. Zeggen ze spreken van creatief boekhouden. Je bent creatief bezig. Dat betekent, je bent bezig die cijfers te bewerken en de begrippen. En daarom geef ik dit voorbeeld van hoe economen kunnen verschillen in een opvatting over bepaalde kernbegrippen. En je ziet vaak dat men, wanneer men het heeft over monetaire financiering, en dan maar dat precies zeggen hoe het zit, wanneer jouw balans niet meer klopt. Dat wil zeggen, je maakt te veel schulden. Je geeft meer uit dan je verdient. Dan betekent het dat je in problemen gaat komen. Je gaat bijvoorbeeld bepaalde schulden niet kunnen betalen. Je gaat in financiële problemen komen. En wanneer je dan om het probleem dat je hebt veroorzaakt, doordat je te veel hebt uitgegeven, als je dat wil gaan wegmaken door creatief boekhouden, dan heb je dus economen, boekhouders, accountants, die pleiten voor het geld bijdrukken. En dan zie je dat verschillende staten en regeringen snel toe overgaan wanneer ze tekorten hebben, om dan geld te gaan bijdrukken. Maar wanneer je dat doet, dan breng je nominaal, zoals dat heet, als ik het een beetje moeilijker mag formuleren, breng je meer geld in omloop, ja, dan er dekking is voor dat geld. Dat betekent, de intrinsieke waarde van je geld gaat dalen. En ik ga nou niet te diep in die economie, maar ik geef een voorbeeld van een monetair probleem. Maar u weet, en dan ga ik terug naar mijn voorbeeld van goud, dat wanneer men ruwe grondstoffen gewoon uit de grond haalt en dan exporteert, en men spreekt dan van de toename van de exportwaarde, dan gaan jouw exportgegevens ook niet meer kloppen. En zo is het in Suriname, dat men bomen kapt. Men kapt gewoon een boom,
En dat noemt men dan rondhout, wordt het dan, want het, met al die takken weg, dan blijft die stam over, dan heb je een ronde paal. Ja? En dan wordt die paal niet bewerkt, en dan gaat die zo de boot in en weg. En dan zegt men dat men hout heeft geproduceerd. En ik zeg, nee, je hebt hout gestolen, je hebt hout geroofd. En zo rooft men in Suriname allerlei grondstoffen. Zo is men bezig. En ik zeg dus, je moet kijken, je moet je productie, moet je diversificeren. En je moet kijken, wat produceren we met z'n allen. Kijk, in de landbouw spreekt men van productie. Je gaat rijst planten en dan moet je allerlei bewerkingen de aarde laten ondergaan, infrastructurele kosten maken, et cetera. En dan krijg je een product. Dat is productie. Als je een meubelmaker bent en je neemt twee stukken hout en je maakt er een mooie stoel van, dan heb jij geproduceerd met een kennis. Je moet kennis van zaken hebben, dan breng je die productiefactoren bij elkaar en dan wordt het een product. Maar daar ligt precies het twistpunt dat economen vaak die export van ruwe grondstoffen, dat ze daarmee sjoemelen met die cijfers en dan gaan ze daarmee begrotingen plamuren. Maar goed, dat is dus een van die dingen die is opgevallen, dat het IMF scherp dat in de gaten houdt. En dan ga ik verder voor Zuid-Amerika, voordat ik duik in Suriname en dat afrond. Namelijk dat in Colombia, ja, heeft die man heet El Duque, geloof ik, Duque. Maar het komt er neer, de president, die zegt dat, die spreekt zich uit over de CARICOM. En die vindt, naar aanleiding van al die problemen die er in het Caribisch gebied ontstaan, dat er een CARICOM-fonds moet komen, waarin gelden worden gestopt door al die landen van Zuid-Amerika, om het Caribisch gebied, wanneer er rampen zich voordoen, om te hulp te schieten met eigen kapitaal. Dat is een voorstel geweest van Colombia. Ja? Maar over Colombia, dus diezelfde president die hele nobele dingen zegt, dan lees je in het nieuws dat Colombia, dat daar gewapende bendes VN-konvooi hebben aangevallen. Weet je, dus dat die veiligheid is een probleem in heel Zuid-Amerika overigens. En ik ga u niet verder vervelen. Het laatste nieuws is, wat ik onder uw aandacht wil brengen, wat belangrijk is in Zuid-Amerika, is Peru. Ja, daar hebben ze een olielekkage. Waarom zeg ik dit? Omdat Suriname straks ook bezig zal zijn met olie. Ja, en in Peru is er een zodanige olielekkage dat die olievervuiling die daarmee gepaard gaat, tot in Zuidoost-Azië daar ergens voelbaar is. Dus u weet, de wereld is rond. Dus je kunt vanuit Peru kun je ook richting Zuidoost-Azië gaan. En alles wat je daar tegenkomt, heeft nu last van een milieuramp met de olie. Ja, maar goed, ik ga nu eventjes naar Suriname duiken. Want er is niet veel gebeurd rondom het weekend. Want Suriname, moet ik u eerlijk zeggen, naast de belangrijke nieuwsfeiten die weer afhankelijk zijn van de officiële data die moeten worden vrijgegeven door het communicatiebureau van de regering. Ja, en die is niet zo actief hoor. Die produceert echt niet veel nieuws. En we moeten het in Suriname hebben van bepaalde particuliere nieuwsagentschappen. Zoals GFC en de kranten hebben allemaal hun eigen nieuwsgaring. En dan heb je Star News. Je hebt de laatste tijd heb je een aantal van die, ik noem het een portaal. Dat zijn van die nieuwssites die Surinaams nieuws verzamelen en een beetje ook als een soort nieuwsbron fungeren. Maar in feite, daarom noem ik het een portaal. Een portaal, dat is wanneer je in feite het nieuws jat van andere bronnen. En het bij elkaar brengt onder Suriname nieuws. Het is niet altijd illegitiem. Het is soms wel legitiem. Maar het is niet origineel. Je verzamelt dan nieuws dat door anderen is gemaakt. Maar die zijn er ook een aantal van. En ik volg ze allemaal hoor voor u.
Nogmaals, ik hou de zaak goed voor u in de gaten. Dan ga ik naar het nieuws van Suriname. En dan zeg ik, dan zie je dat er bij het kabinet van de president is er geschoten vanuit de auto. Ja, zijn er schoten gelost. Ik dacht dat er, men heeft 5 hulzen gevonden. Dus dat er dus minstens 5 schoten zijn gelost. Men kan niet precies zeggen waar die schoten op zijn gericht geweest. Ja, want dat is dan weer een tekortkoming aan de berichtgeving. Wanneer je zegt dat er, je maakt een bericht dat er is geschoten bij het kabinet van de president, dan gaat toch iedereen op het punt van zijn stoel staan, zitten, om te gaan horen of volgen wat er te melden is. En dan zie je dat er geen enkele informatie is of er aan het gebouw, waarbij er, want je noemt wel het gebouw, dat bij het kabinet van de president schoten zijn gelost. En ja, maar als die schoten zijn gelost van 2 gewapende bendes die met elkaar vechten, dan heeft de president daar niks mee te maken. Ja, dus dat geef ik weer als voorbeeld, dat een goede journalist, die moet erbij zeggen van, er zijn geen gaten aangetroffen op het gebouw, dus het is niet zeker of die schoten die bij het gebouw zijn gelost, te maken hebben met de functie van de president die in het gebouw domicilie houdt, of die daar werkt. Die woont niet daar, maar die werkt daar. Dus, maar je, als je het bij elkaar veegt en dan een sensationeel bericht maakt, dan zit je weer angst bij die bevolking op te roepen op het gebied van de veiligheid. En, maar dat is een heikel punt in Suriname. Het wordt steeds onveiliger in Suriname. En er zijn veel Surinamers, ik heb berichten uit de bevolking, die langs het raam, langs het dakraam, langs de achterdeur, langs de Botrali-poort, je noem het maar, alle gaten van het huis, vertrekken naar het buitenland. Desma ik gwelip sernang. Er is iets goed mis in ons land. En ik heb gezegd, er is niet iets, er is heel veel mis. Ja, en dan denk ik plotseling dat ik iets had willen zeggen. De doden gesproken. Een zekere heer Chandrabali Shamlal, zo heet hij, 68 jaar, zat op een bromfiets en is aangereden door een auto die bestuurd werd door een 29-jarige bestuurder die geen Surinaams paspoort had. Dan kan je wel vermoeden dat het een Nederlands paspoort kan zijn geweest, maar in Suriname wordt men dan formeel, want men wordt formeel wanneer het niet nodig is, dan spreekt men van een buitenlander, een 29-jarige buitenlander, heeft meneer Chandrabali Shamlal aangereden op de bromfiets en die man is komen te overlijden. Een 68-jarige bromfietser. En nogmaals, ik pik dit zo even uit het bericht, uit het nieuws, maar het is schering en inslag. Overbodige, stomme aanrijdingen, waarbij mensen gewoon als konijnen sterven in Suriname. Ja, maar het is niet anders. En je kunt je er elke keer over ergeren, maar ik dacht er even aan dat ik u dit nog even moest zeggen. Men gaat door over veiligheid gesproken. Dit gaat natuurlijk over de verkeersveiligheid. Ja, we naderen straks het vakantieseizoen. Dan hebben we te maken met vele buitenlanders die in Suriname komen en die minder goed zijn ingelicht over de Surinaamse verkeerssituatie. Dus uitkijken geblazen. En dan zie je dat het nieuws uit Suriname is alleen maar ruzie, onderlinge ruzie in het parlement, ruzie in politieke partijen, dat je op een gegeven moment niet meer weet wie wat waar is. Dus ja, ik moet het ook bij elkaar houden telkens hoor, moet ik u zeggen. En ik wil erop wijzen, laat me eerst zeggen wat er speelt. Mevrouw Etnel is een politica, een prominente vrouw bij de NPS. De NPS is een regeringspartij. En de NPS die zit in de regering samen met de VHP en de ANBOP. Maar de NPS die is onzichtbaar, die houdt winterslaap.
Ja, in Suriname is er geen winter, maar meneer Gregory Rusland is zo creatief dat hij de winter naar Suriname heeft gehaald en in slaap is gevallen. En daardoor is mevrouw Etnel, die is actief en valt op. En die heeft één ordinaire ruzie rondom een stier. ik moet niet lachen hoor, want ik moet er om lachen soms. Want ja, hoe ga je dit aan een buitenlander vertellen? Van, we hebben in Suriname ruzie om een stier gemaakt en toen is een parlementariër is uit de regering gestapt om die stier. Nou, ik heb een vriend en hij doet het een keer uit een Hollandse jongen, een hele aardige man. En hij nodigde hem een keer uit om op een feest te komen bij hem. En toen schreef ik hem terug, ik ben er als een stier. Zo zeggen die Surinamers, mi drapelijk was stier. Dus toen schreef ik die man een antwoord. Ik zeg, ik ben er als een stier hoor. En die Nederlander die heeft zo zitten lachen om die uitdrukking. Dat hij, telkens als ik met hem communiceer, heeft hij het over, ja Ludwig, ik ben er ook als een stier. Dus... We hebben het woord stier, ja, kunnen we nu gaan koppelen aan de politiek. Want een mevrouw stapt uit de regering om een conflict dat is ontstaan door een stier. Nou, mooier kan je het niet bedenken. Maar in ieder geval, ik ga niet op dat ding in hoor, want dat is, laat ik voor de boulevardpers. Maar het komt erop neer, mevrouw Etnel, haar zoon is betrokken geweest bij een probleem rondom een stier en hij heeft zich stier vervelend, geërgerd. Ik wou iets gaan zeggen, maar laten we er geen grapjes mee maken. Want ik moet u eerlijk zeggen, zodra ik het heb over die stier, moet ik lachen. Ik praat met een vriend van me in Spanje en die heeft me ook verteld, hey Ludwig, heb je dat gehoord van die stier in Suriname? Ik zeg, Wat bedoel je? Is er een stier weggelopen of heeft iemand een ongeluk gehad en het verkeer door een stier? Nee! Een parlementariër is uit de regering gestapt en het is allemaal om een stier begonnen. Nou, ik dacht ik moet dat eventjes gaan aantrekken. Maar ja, het is mevrouw Etnel. Die heeft een hele rel veroorzaakt. En die is dus nu niet in de regering. Ze is eruit gestapt. En als hij heeft gezegd, ze blijft lid van de NPS. En ja, dat kan. Dus je stapt uit de regering, maar je stapt niet uit de partij. En dan komt er een verklaring van meneer Gregory Rusland, die wordt wakker. Want die hoort een gestamel in het huis van de NPS. Dat door het dakraam mevrouw Etnel met een stier aan het vertrekken is. Dus meneer Rusland, die heel diep slaapt. Die wordt wakker en die kijkt uit het raam en ziet mevrouw Etnel op die stier wegspoeden in een bepaalde richting. En meneer Rusland, die de pers komt te vragen, hé hey, Rusland, jong, uit jouw partij is een vrouw gevlucht met een stier. En dan zegt meneer Rusland, die gaat dan heel geleerd kijken, want hij is heel geleerd hoor. Heel slimme man, heel geleerd. En dan kijkt hij voor zich uit en dan zegt hij, nou, ik heb begrip voor de situatie. Want ja, hij zit te denken, mi gadayon, etnel pora san jimmy jongo, etnel gwenenga astirna no, mi moes saka uit de regering, want etnel saka, de misere moes saka ook toe. En what about mijn salaris, mijn huis in Amerika? Al die dingen die ik geniet, man, ik heb nu... Allerlei bijlagen, toelagen. Alles wat zijn dat ook vadong. Ik moet motto uit de regering. Ik zeg, Etnel, doe. Etnel, yo. Luister, weet je wat? We gaan dat ding delen. Ga met je stier, maar laat mij hier. Dat ding rijmt, man. Ga met je stier, Etnel. En laat mij hier, in die regering. En natuurlijk is er feeststemming in de VAP. Die zegt, hoera, jongen. Rusland is een hele slimme man, jongen. Hij blijft bij ons. Hij wil niet weg, hij gaat ons niet verlaten. Etnel is een beetje las idee. Dus die is weg om een stier.
Misschien lust ze biefstuk of iets dergelijks. Wat gaat ze in godsnaam met die stier doen? Maar ze gaat weg. Maar Rusland is een slimme man. Hij blijft. Hij blijft als CETA-bever geplakt aan die VHP-regering. Hij gaat niet weg. En hij wijst de Surinaamse bevolking erop dat hij zeer standvastig is. Hij blijft geplakt aan de VHP. Dus en dat is dan een Surinaamse. Ik heb het eventjes op zijn Surinaams verteld. Dat is de laatste kiek die we hebben meegemaakt in de Surinaamse politiek. Het is, ik kan het niet voor u anders verzinnen, maar het begint te lijken op een spannende roman. En dan heb je dus de ABOP. Oh ja, ik dacht toen ik dit nieuws vernam uit Suriname, dacht ik, dan heeft de NPS heeft ook zijn Edward Belfour, want Edward Belfour is in een eerdere fase, heeft hij ook gezegd, hij doet niet meer mee, maar hij blijft lid van de ABOP. Dus nu gaan we misschien een huwelijk krijgen tussen de voortvluchtige Etnel met haar stier en meneer Edward Belfour. Maar ik denk niet dat ze van hetzelfde laken aan pak zijn, maar dat zeg ik gewoon omdat ik wil wijzen op die parallele situatie. Ja, dus meneer Belfour, die heeft dat eerder, is hij in hetzelfde pakket geweest. En dus nu zijn in Suriname, in de regeringsformatie, twee partijen met een identiek probleem. En het zijn toevallig die partijen die geacht worden door het etnische beleid van de VHP dat het Creoolse beleid te vertolken. Want dat is eigenlijk de politieke analyse. Dat de VHP de lachende derde is. Daar is er rust in de tent. En je ziet in die tenten van de Creolen heb je een probleem. Heb je meerdere problemen, maar die problemen lijken op elkaar. Je ziet, dus Etnel, en dat komt eigenlijk omdat bij die Creolen niet de juiste mensen op de juiste plaats zitten. De Creolen hebben problemen met leiderschap. De NPS ziet dat die partij van geen kanten loopt met de leider Rusland aan het stuur, maar ze geloven in andere dingen, in Winti, en misschien zijn ze bezig met de Kratavra, en ze vinden Rusland moet blijven. Nou, dan blijft hij. Maar wat zegt Etnel? Ik kies eieren voor mijn geld. En die vertrekt uit het dakraam met haar stier. En bij de ABOP is in een eerdere fase, heeft Belfour, een geschoold politicus die eerder minister is geweest in Suriname en het goed heeft gedaan en weet van wanten, is goed opgeleid, hoog opgeleid, die wijst erop dat in zijn partij er niet al te slimme jongens in die leiding zitten wat politiek betreft. Nogmaals, ze zijn slim op andere terreinen, maar wat de politiek betreft maken ze fouten. En dan wijst Belfour daarop. En die Creool, die wil van niks weten. Die zegt, no man, na mi potjoe, mi na basi. Dus mi doe sami wani. Dus en je ziet datzelfde probleem bij de NPS. Hetzelfde probleem als bij de ABOP. En dan wil ik erop wijzen. Ik las een artikel in de Nederlandse krant, het heeft in NRC gestaan, dat Brunswick nou de baas is in Suriname. Ik dacht, kijk, zie je, kijk hoe wij Creolen ons weer laten ophitsen. Die Nederlander die ruikt het en die schrijft, ja, eigenlijk is Brunswick de baas in Suriname. Want eigenlijk, wat bedoelt die witman? Die zegt eigenlijk tegen Santoki, je had die negers al lang uit die regering moeten wegzetten. Dat zeggen ze hier vanuit Europa bekeken. Zijn je klets dan aan de blakamang. Zet die blakamang uit die regering. Dus krijg je een artikel in NRC Handelsblad. Brunswick is de baas in Suriname. Ja, hij deelt de lakens uit. Want Santoki durft niet tegen Brunswick in te gaan. En zo zie je dat men door verkeerde accenten te leggen de vinger op de verkeerde plekken legt in de Surinaamse politiek en in feite de zaak rommeliger maakt dan hij al is. En natuurlijk de lachende derde die op de achtergrond zit te wachten
op de totale, totale bossen van het eiland. Dat is meneer Boutersen. Die zit rustig te wachten tot dat ding springt, zeg maar in Suriname, Tazaanbos. Ja, dan, dus, en we gaan in die richting, dames en heren. Dat is de conclusie die ik heb, naar aanleiding van de problemen in Suriname, dat alles erop wijst dat de regering Santo Cruz in zwaar weer is, dat er bij de onderlinge, de partijen die deel uitmaken van de regeringscoalitie, er in elke partij wel conflicten spelen op dit moment die hoog oplopen. En ik zie dat ik het niet ga redden met de Oekraïne-kwestie, maar dat ten goede, want ik geef toch voorkeur aan te eindigen met Suriname. En dan schuif ik de analyse van wat er nu in de Oekraïne gebeurt, schuif ik naar woensdag. Het volgende programma dat ik breng is woensdag, maar laat me eventjes nog met Suriname doorgaan en eindigen. Namelijk, het conflict dus in de regering is dat er in alle regeringspartijen een behoorlijke rommel aan de gang is. En dat er een parallel te zien is tussen wat er in de NPS speelt en wat er speelt in de ABOP. Namelijk dat parlementariërs niet meer meedoen met de regering. Ze hebben regeringskritiek. Ze hebben kritiek op de regering onder leiding van de VAP. Maar ze blijven lid van hun partij. Ja? En dat wil zeggen dat je een instabiele situatie krijgt in Suriname, omdat die partijen weigeren hetgeen zich voordoet in hun partij goed te analyseren en er lering uit te trekken. Ze negeren het. Dat is de similariteit. Dat is de overeenkomst. Dat men in ABOP denkt men dat Balfour een vervelende man is. En dat Brunswick de slimme man is. Hij heeft toch zijn diploma gekocht bij meneer Hubert Rampersat. Die heeft hem ook een van de diaspora koning gemaakt van Afrika. Daar is hij in meegegaan. En ja, en meneer Balfour wijst op die stommiteiten die er plaatsvinden. En dan is hij de gebeten hond, zoals men het zegt. Ja, dus iedereen die gaat achter de boodschapper aan, die de kwade genius zou zijn. En hij heeft hetzelfde met mevrouw Etnel, die een beetje stiervervelend het vond in de NPS. En nu een kwestie rondom haar zoon hoog heeft geïnterpreteerd. En hij voor het geld kiest en zegt, mine, doe mee moro. En dan krijg je die geleerde, die echte slimme meneer in Rusland. Ja, toevallig is Rusland ook een probleem. Het land Rusland, maar we hebben het over de persoon Rusland in Suriname. Die is ook op NPS-niveau met een kleine wereldoorlog bezig in Suriname. Maar Rusland slaapt, hij slaapt. Hij is wakker geworden doordat Etnel er vandoor is gegaan. Maar hij heeft gezegd, Etnel, weet je wat? You last me salaris en me bonus. Al die cadeautjes die meneer Santo Cruz verstrekt, heeft nu ook weer de pensioenen in Suriname, die gaan omhoog. En Santo Cruz denkt, als hij dat doet, dan gaat het volk van hem houden. Maar hij maakt met zijn handelaren afspraak, jong, beren jullie het voor die bevolking, zorg dat die prijzen telkens omhoog gaan, en hebben jullie toch je geld, en dan zorg ik ervoor dat die mensen die spullen van jullie kunnen blijven kopen. Dus ik ga die koopkracht een beetje versterken. Dat noemt men koopkrachtversterking. Ik geef die mensen wat meer geld. Maar ze moeten met dat geld bij jullie komen, bij die handel. En dan kunnen jullie dat geld weer terugkrijgen door je prijzen te verhogen. Ja, en zo blijft die economie in balans. Dus is ook weer een manier om door een andere interpretatie toch balans te hebben in Suriname, in de Surinaamse politiek. In ieder geval, het botert het niet in die regeringsformatie. En dan wil ik eindigen met te wijzen erop dat meneer Jogi,
Dat is, die is de aanjager. Die man, ja, die man is met voorman van het voetbal Berkobana team van meneer Sandiga Brzat Santoki. Jogi is spits. Die zit in de spits. Hij heeft menige bal die voor hem is gespeeld, heeft hij naast het doel gekopt. En ik moet u zeggen, een van de belangrijkste waar we op letten, een van de belangrijkste daden van Jogi is zijn bemoeienis met de conversie van gronden en de eigendomsrechten wil gaan verwerven op gronden die door corruptie zijn verkregen. Want kijkt u, dat ding rondom die gronden, dat Jogi erop aandringt dat men aan grondconversie moet kunnen doen, dat er dus die eigendomsrechten, dat men andere titels op de grond kan, makkelijk moet kunnen overschrijven naar eigendom, ja, heeft alles te maken, en ik ga het heel simpel zeggen, de corruptieve samenstelling van Surinaamse regeringen en de corruptie in het ambtenarenapparaat heeft ertoe geleid dat de gronduitgifte in Suriname een super corruptieve bezigheid is geweest van bijna alle regeringen voor deze regering. Dus niet, het is niet alleen regering Santoki. Het is ook eerder. Weten mensen langs de achterdeur, langs het Bortrali-raam, weten ze bij domeinkantoor naar binnen te komen en gronden te verwerven. Onder valse voorwenselen. Ik heb u nog voorgehouden. Er is een mevrouw met een goed onderzoek bezig. Dat is mevrouw Terborg. Ja, weet ik ga erop terugkomen. Ik ben het niet vergeten. Die is aan het onderzoeken hoe gronden waar zij voor heeft geopteerd plotseling in handen van anderen kunnen komen. En zij moet jaren wachten op haar beschikking. Zo heet dat in Suriname. Dus er wordt geknoeid met die gronden die je gratis kan krijgen, toegewezen door de regering. En wanneer je die gronden eenmaal hebt verworven door je politieke macht, dan wil je ze nu gaan omzetten in eigendom. Daar wringt de schoen. Dat is één schoen, maar er wringen meerdere schoenen in Suriname. En daarmee ga ik eindigen. Namelijk, de Indianen en de tribale volkeren zijn mensen die jarenlang, ja, en het is voor de meeste langer dan een eeuw, hebben gewoond in het bos. En die Indianen van oudsher, dat zijn de oorspronkelijke bewoners van Suriname. En die hebben niet de titel op die grond, dus waar ze wonen, hebben ze geen papier. Dus ze wonen daar al eeuwenlang, maar ze hebben geen papier dat die grond van hun is. Ja, en dan gaat er nu zo'n regeling komen van dat je gronden kan overzetten. Dus als die Indianen niet uitkijken, komt er gewoon een meneer, een concessiehouder, die komt tegen meneer Jubitara zeggen van luister, ik ben hier de baas nu. Weet je, ik heb een papier, waar is jouw papier? Dat zeggen ze toch van die Amerikaanse Indianen, dat toen die Schotten en die Engelse Amerika veroverden, kwamen ze de Indianen tegen, begonnen ze te handelen in dierenhuiden, en ze vroegen aan die Indianen, ze waren die Indianen aan het oplichten met huiden en noem maar op, en toen vroegen ze aan die Indianen van, waar is jouw papier dat jij, dat Amerika eigendom is van jou. Ja, ja, die Indianen claimden dat zij de baas waren in Amerika. Maar die indringer, de kolonist, die vroeg aan die Indianen, wijs mij je papier. En die Indianen had geen papier. Die zegt, mijn papier zit in mijn hersenen. En ik kijk uit mijn ogen, dat is mijn papier. En ik zie jullie als grote boeven, komen jullie Amerika binnen en beginnen jullie mijn eigendom, mijn land, van me af te pakken. Ja, zegt die Engelsman, maar als je dat ding niet op papier hebt, dan bestaat het niet. Dus die zogenaamde papieren waarheid, die geldt voor de Europeanen, ze weten dat zij dat papier zelf maken. Dus in feite is het een drogreden dat men dingen vast wil gaan leggen. Men moet de Surinaamse geschiedenis beter gaan bestuderen en recht geven aan diegenen die dat verdienen. En dat zijn de Indianen, de inheemse en de tribale volkeren. De Indianen en de tribale volkeren. Dat wil zeggen dat je we zullen moeten komen tot een herdefinitie van inheemse in Suriname bestaande uit twee groepen.
tribale volkeren en inheemse. Ja, en men moet ze, net zoals men heeft gedaan met de immigranten, men moet ze gewoon een persoonlijk stukje grond toewijzen en daar een papier van maken voor ze. En men moet de dorp waar ze toe behoren een economische zone toewijzen waar ze met z'n allen hun brood mogen verdienen en kunnen verdienen. En men moet ze rechten geven die ze kunnen verzilveren, waardoor ze met die rechten leningen kunnen aangaan met de bank. Dus op die manier indirect kapitaal kunnen krijgen om te produceren. Dat is het uitgangspunt en dat gebeurt niet. Men zit maar te frunniken en er komen allerlei... het zijn vrienden van mij die heel integer zijn, die met wetsartikelen u gaan uitleggen hoe allodiale eigendom in elkaar steekt, et cetera. Maar nu is die regering Santokie bezig de plantages, de oude plantages, waar na de slavernij de Creolen zich hebben gevestigd, die is men van die Creolen aan het weghalen, omdat er een grondroof plaatsvindt in Suriname. En in dat kader leidt men de mensen om de tuin met allerlei verhalen over conversie. Klinkt zo mooi, hè? Conversie en omzetten van grondeigendom. Maar nogmaals, men moet een serieuze commissie heel serieus eraan laten kijken. En de FITS, de Vereniging van Inheemse Dorpsbehoeden, heeft daar een begin aan gemaakt door een ferme kritiek te formuleren op papier. En dat moet ook gevolgd worden door andere inheemse volkeren. Tribale en inheemse volkeren. Dit was het voor deze keer. Ludwig van Mulier voor Radio Tamara. Ik dank u voor uw aandacht. Tot de volgende keer. Odi odi. En de volgende keer is woensdagmorgen om 8:15.